De persco ging allereerst over de fitheid van Matthijssen. Die valt tegen. De verdediger lijkt het eerste groepduel met Denemarken niet te halen. Nou, kijk, ik moet eerst eens goed over nadenken, want dit is ook nieuw voor mij. Ik had verwacht dat hij zeker morgen vol zou kunnen meetrainen. En zo ziet het er niet naar uit. Daarom zeg ik ook in principe. Als het alsnog lukt, ja, dan ziet de situatie er anders uit. Ik verwacht het niet, daarom reageer ik ook zo. En nog wat ik zei, ik wil die eerste 2 dagen even afwachten. Om te kijken hoe de vooruitzichten zijn. En dan neem ik een beslissing. De tweede wedstrijd tegen Duitsland lijkt geen probleem. Maar wat als het opnieuw tegenvalt en Matthijssen langer is uitgeschakeld? Dan haal ik iemand op die niet doorgetraind is of iemand van Jong Oranje. Die op dit moment nog aan het voetballen zijn.